Dronken bier op het spoor. Dronken bier op het spoor. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat u bij het bestaat van onze stoomloop maakt natuurlijk ook wat lawaai. Iedereen van harte welkom, zowel de reizigers als alle vrijwilligers die hier nu zijn van de start. Ik vind het geweldig dat we deze dag mogen beleven, want het is niet alleen een bijzondere dag omdat het Hemelvaartsdag is, maar uiteraard hebben we een bijzondere dag dat onze 5280-60 vandaag voor het eerst in gebruik gaat. Het is een lok die al enkele jaren in de werkplaats heeft gestaan. Er is veel aan gebeurd. Heel veel mensen hebben heel hard gewerkt aan deze lok. Er zijn onderdelen door onszelf gemaakt op onze professionele banken. En natuurlijk ook met geweldig personeel erbij. Er zijn mensen die zich hebben bemoeid met schuren en met verven. We denken even aan Joop, die daar heel veel uurtjes in heeft zitten. Maar heel veel met plezier gedaan heeft. In ieder geval, we zijn zo trots als start, dat we nu verder mogen met de 80-60. En we wensen hem natuurlijk hele goede reizen en we hopen nog jaren op hem te kunnen vertrouwen. En we hebben een beer en deze beer die wil even een fles champagne tegen de trein gooien. Ja, die mocht. Gaat hij hardlopen? Ja. Zo ziet het eruit hier. Ja.